bei Möller rein. Waarschuwing, als u niet steenachterlijk wil worden, dan raad ik u te hoogste aan om deze video gewoon weg te klikken, want het is super retarded, ja. We zijn hier vandaag terug met een debiele klapvideo. How to make a regular clap. Step 1. You need two hands. Step 2. You drink a little bit of water. Step 3. Your floor is wet. Step 5. We zijn hier vandaag terug met een nieuwe video op mijn kanaal. Het is namelijk een heel speciale video. Je hebt het waarschijnlijk al aan de titel gezien. Nee, het is geen clickbait. Het gaat over mijn eerste sponsor. Je vraagt u nu waarschijnlijk af, Jordi, waarom heb jij zo'n debiel bananenpak aan? Dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Ik word niet gesponsord door bananenmerken. Nee. Maar alhoewel dat ik het heel erg zou zot vinden, moest ik gesponsord worden door een bananenmerk. Mensen die een bananenmerk hebben, sponsor mij bananen, alstublieft. Ja, dank u. Ik word eruit van 3,6. Ja. Jullie vragen jullie waarschijnlijk af. Door wie word ik gesponsord? Ook al ziet je het in de thumbnail, maar ik verwacht en ik weet wel degelijk dat jullie steenachterlijk zijn. Ik ben veel steenachterlijk dan jullie, dus neem dat op als een compliment. Ja. Zoals jullie zien, ik kwam thuis van een hardwerkende dag in de kameleboerderij en dan zag ik iets in mijn brievenbus zitten. Allee, ja, dat zag ik niet in mijn brievenbus zitten, want dat is groter dan mijn brievenbus, maar dat stond op mijn brievenbus. Ja, ja. Dus ik kwam thuis, ik zag een doos staan en ik zei, Jordi, wat de fuck is dat nu weer? Een of andere kameel zeker in een doos? Ja, nee, dat was het dus niet, maar ik ben niet grappig ook, ja. Dus blijkt het dus dat ik een cadeautje had gekregen van Game Gear. Je kent dat wel, Game Gear. Ja, dat is iets met gaming te maken, alhoewel dat ik niet veel game, maar toch game ik. En het kwadraat van 3,6, ja. Dus ik kreeg dit. Ik dacht eerst dat het een soort raket was, of een soort, weet ik veel, alienachtig ding, maar blijkbaar is het gewoon een stoel. En kunt je daar dus gewoon in zitten. Ja, wat eigenlijk wel goed is, want ik heb al daar in de hoek ziet u een bureaustoel van 1942. Dat is gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De soldaten hebben hier nog opgezeten in de loopgraven. Ik heb die fucking kutstoel. Ik zit al bijna 10 jaar op deze stoel. Zonder leuningen. Dit is een baksteen. En nee, dat zijn geen, je weet wel wat dat is. Ja. Dus ja, ik heb nu een nieuwe stoel zonder te betalen, ja. Wat ik wel heel raar vond, is dat er een... Er zat een brief bij die doos. En er stond daar iets op, ja. Ik ga het even voorlezen. Jordi, jij zit steenachter. We vonden dat je een nieuwe bureaustoel nodig had en we konden het niet laten om iemand met een waterhoofd zoals jij te helpen door een nieuwe stoel op te sturen. Je wordt gesponsord door Game Gear vanaf nu. Ook al heb je geen subs en heb je geen views, toch zullen we je sponsoren omdat je zo'n grote Mongool bent. Als je tegen je kijkertjes zou willen zeggen dat ze de kortingscode KamelenPiet007 kunnen gebruiken voor deze stoel voor 2 euro te kopen, dat zou heel lief zijn. Dus beste mensen, hebben het gehoord? Voor 2 euro kunt je deze stoel krijgen. En het enige dat we daar moeten doen is naar Game Gear gaan. Je koopt de stoel. Het is een DXIR Racer. En je gaat naar de site, je koopt die stoel. En dan geef je hier deze couponcode in. En dat is KamelenPiet007. Je geeft dat dus in. En dan krijg je die stoel voor 2 euro opgestuurd. Holder de bolder en welkom op mijn kamelenzolder. Beste mensen, alsjeblieft, geloof het niet, ik word niet gesponsord. Ook al wil ik gesponsord zijn, ja, nee, het was eigenlijk allemaal een leugen. Het was eigenlijk gewoon clickbait. Om jullie op deze video te laten klikken, het kwadraat van 3,6, ja. Ik wil gewoon zeggen, ik heb een nieuwe bureaustoel gekocht. Ik weet niet of dat interessant is voor jullie, maar ik zit al 10 jaar op dezelfde stoel en ik verdien wel iets beters voor mijn rug en voor mijn poep. Niet dubbelzinnig denken, alstublieft. Dus beste jongens en meisjes, geen paniek. Ik word niet gesponsord, want ik ben wel degelijk de grootste mogol op YouTube van heel België waarschijnlijk. Er bestaat geen grotere mogol dan ik, dat weet ik.
Neem me dat niet kwalijk, geef mij daar geen haat voor omdat ik zo mogol ben. Maar ja, ik doe mijn best voor jullie te doen lachen. Ook al doe ik je niet lachen en ben ik totaal niet grappig, heb ik geen views en geen subs, ja. Als je de video liked, krijg je dit koekje opgestuurd. Dit is een supersonisch kamillenkoekje. En dat vind je alleen maar bij mij thuis. Er is één van gemaakt in de hele wereld. Dus dit kamillenkoekje kan voor jou zijn. Wat je moet je doen? Je moet abonneren, je moet liken en je moet reageren. Ik wil het supersonische, zeldzame kamillenkoekje ooit op de wereld. Hashtag Jordi is Mogol. Nu denken jullie vast, Jordi, je hebt dat gekregen van je ouders. Nee, jongen Kamillepiet, ik heb dat zelf betaald, want ik ga gaan werken. Spijtig genoeg werk ik, kan ik niet leven van de lotto dat ik gewonnen heb, want ik heb geen lotto gewonnen. Moest er dus de Kamillelotto bestaan, ik zou lang gewonnen en ik zou niet gaan werken. Dat was het eigenlijk, hè? Ja, dat was het. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Vond je de video leuk? Vergeet al zeker de video niet te liken. En als je de video liked, krijg je een... Dan krijg je een knuffel van mij. En als je geen knuffel wilt, plopper de plop, rot nog maar op. Ja. Als je wilt, mocht je ook mijn sociale media volgen. Mijn Snapchat, mijn Camille, Instagram, mijn Twitter en mijn Facebookpagina. Ja. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jordi Maarschalk, aka Jordan Ninja. En ja, ik zie jullie tot de volgende video. En PS Gamer, als je deze video ziet, sponsor mij alstublieft. Want ja, ik ga jullie rijk maken. Ja, doei.